Gisteren was er een nieuwe publicatie van het CBS over het vermogen van huishoudens in 2019. En aangezien dit een financieel kanaal is, leek het me wel interessant om dat onderzoek wat verder te gaan bekijken. En zoals de titel al zegt, het gaat om 50.000 euro per huishouden. Maar dat betekent niet dat elk huishouden ook 50.000 euro op de bank heeft staan. En laten we ook gaan kijken naar waar zit dan het meeste vermogen. Welke rol speelt leeftijd in dit verhaal? En is er ook nog een verschil? En wat zijn die verschillen tussen verschillende gemeentes? Om op die manier eigenlijk een beter beeld te krijgen van wat de gemiddelde vermogens zijn. Hoe dit onderzoek is gedaan. Maar ook vooral om te gaan kijken van hoe sta je er zelf voor. Dan sluiten we de video af met een samenvatting. En nog twee tips die ik je mee wil geven. Dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over dit onderzoek van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, wat betreft het vermogen van huishoudens. En we kunnen hier dan lezen dat op 1 januari 2019 bedroeg het doorsneevermogen van Nederlandse huishoudens bijna 50.000 euro. Dat is 12.000 euro meer dan een jaar eerder. De toename komt dan ook vooral doordat woningen in waarde blijven stijgen en wanneer de eigen woning buiten beschouwing wordt gelaten, dan was het vermogen eigenlijk nog maar 15.000 euro en dat is dan iets hoger dan in 2018. En we zien hier dus verschillende bedragen. Ten eerste 50.000 euro van het doorsneevermogen dat een Nederlands huishouden heeft. Maar als we het huis buiten beschouwing laten, dan blijft er nog maar rond de 15.000 euro over. Maar dat is niet het gemiddelde vermogen wat een Nederlander heeft. Want daarvoor moeten we namelijk gaan kijken naar het gemiddelde versus het mediaan die ze gaan gebruiken. En vooral de CBS, mensen met heel veel statistiek, wiskunde, zullen vaak hiervan gebruik maken van de mediaan in plaats van het gemiddelde. Dus het is ook wel even belangrijk om uit te leggen wat het verschil is, waar de verschillen in zitten en welke uitkomsten dit dus heeft in dit onderzoek. Want er wordt telkens gesproken over 50.000 euro het vermogen van een huishouden, maar dat is de mediaan. Het gemiddelde vermogen van een huishouden ligt namelijk bijna op 200.000 euro, 196.500 om precies te zijn. En ik heb even een voorbeeldje gemaakt om even kort en simpel uit te leggen wat dus nou die verschillen zijn. Nou, in dit tabelletje zien we eigenlijk 500 huishoudens, heb ik ingedeeld op vermogens van 0, 100, 1000 euro, 5000 euro, noem zo maar op. Kijken we dan naar het gemiddelde, dan zien we dat bij huishoudens, aangezien het 500 huishoudens zijn, het gemiddelde dus de 250 is. Maar voor het gemiddelde van het bedrag gaan we natuurlijk alles eerst bij elkaar optellen, alle vermogens. Kom je uit op 7,88 miljoen en dat deel je door 500 huishoudens. Oftewel het gemiddelde huishouden in dit voorbeeld wat ik dus heb gemaakt is 15.760 euro. Dan gaan we nou naar kijken naar die mediaan. Dat is eigenlijk dus het vermogen wat het 250ste huishouden heeft. Oftewel 50% is armer dan dat huishouden en 50% is rijker. Kijken we naar deze tabel dan zien we 180 huishoudens bij de 0 staan en 130 huishoudens bij 1000 euro vermogen. Samen is dat dus 310 en aangezien we naar het 250ste huishouden op zoek zijn, ligt dat dus daar nog voor. Dus het gemiddelde vermogen van mijn voorbeeld, of in ieder geval het gemiddelde vermogen, ligt dus bijna op die 16.000. Maar de mediaan waar we het telkens over hebben, ligt hier dus in ieder geval lager dan 1000. En dat zien we eigenlijk ook in deze twee grafieken. Als we gaan kijken naar de verdeling van het aantal huishoudens, dan zit het meeste aantal huishoudens vooraan in de grafiek bij de lagere vermogens. Terwijl we gaan kijken naar het vermogen van het totaal van al die huishoudens, dan zit het meeste vermogen juist daar achteraan in de grafiek. Bij de hogere vermogens, maar juist bij minder aantal huishoudens. En dat verklaart dus ook het verschil tussen de mediaan en het gemiddelde. In een perfecte verdeling zouden natuurlijk allebei deze getallen precies in het midden vallen. Maar juist omdat de meeste huishoudens in het arme gedeelte vallen, schuift het dus ook heel erg veel op naar links en krijg je dus die verschillen. Laten we ook even gaan kijken naar het vermogensverloop eigenlijk van de laatste jaren, want nu weten we de situatie van vorig jaar. Maar hoe is dat de jaren daarvoor geweest? Nou, dan zien we ook een grafiek staan in het onderzoek van CBS. En er zijn eigenlijk best wel grote verschillen de laatste 15 jaar dat we hier in dit grafiekje zien. En het verschil zit hem dan voornamelijk ook in de woningwaarde. Dat zijn de bovenste twee lijntjes. Eentje daarvan is trouwens gewoon de actuele prijs en de andere is verrekend met de inflatie. Nou, zonder woning, dat zijn de onderste twee lijnen, zien we eigenlijk bijna een vlakke lijn. En zeker de laatste jaren is die redelijk stabiel, zou ik zeggen.
kijken we dus die bovenste twee lijnen met de woning erbij gerekend. Dan zagen we eerst dat zo misschien rond de 47.000 lag in 2008. Toen ging dat naar 19.000, daalde het dus heel erg veel naar 2013 met die 19.000. Maar nu gaat het dus weer naar boven met op dit moment rond de 50.000 euro zoals we net al hebben gezien. En hieruit kunnen we eigenlijk ook wel afleiden dat de eigen woning dan ook wel het belangrijkste bezit is. Dat schrijft het CBS zelf ook. Er waren 7,8 miljoen huishoudens die samen 24 miljard euro aan bezittingen hadden. Daartegenover stonden 870 miljard euro aan schulden, waardoor het totaal vermogen van Nederland dus uitkwam op 1540 miljard. Nou, bijna 6 op de 10 huishoudens hadden in 2019 een eigen woning. En de eigen woning vormde met 60% van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aanmerkelijk belang. En de hypotheekschuld is dan ook de grootste schuldenpost voor deze huishoudens in Nederland. We zien dus dat de meeste huishoudens de laatste jaren er eigenlijk op vooruit zijn gegaan, maar dat eigenlijk altijd die stijging komt totdat de woning meer waard is geworden. Op zich heb je daar als huishouden niks aan, omdat het geld dan vastzit in de woning en je kunt dat dan niet uithalen. Dus je zou dan je woning moeten verkopen om dat geld ook echt fysiek te hebben in principe. Dus ja, het op papier ben je er rijker op geworden. In de praktijk zul je er weinig van merken. Laten we dan ook nog even gaan kijken naar de rol van de leeftijd. Wat speelt leeftijd voor rol wanneer je vermogensopbouw hebt? Of hoe zit die opbouw eigenlijk? We zien hier een, denk ik wel, duidelijk grafiekje. En zoals je misschien wel verwacht, naarmate je ouder wordt, neemt ook je vermogen telkens toe. We zien vooral bij de bovenste rij tot 25 jaar heel veel negatief vermogen. Bijna de helft van de mensen staat dan negatief wat betreft vermogen. Dat negatieve vermogen is nog maar 3% bij de mensen die 65 jaar of ouder zijn. Op zich wel logisch, vaak zul je je huis hebben afbetaald en dat soort dingen. Dat zien we eigenlijk ook terug bij tot 45 jaar. Dan neemt het vermogen eigenlijk op zich wel flink toe, omdat je heel veel van je hypotheek afbetaalt. Dus eigenlijk op papier, je hebt een bepaalde waarde van je huis, de schuld, de hypotheek die je hebt wordt steeds lager, dus eigenlijk heb je steeds meer vermogen in je huis zitten. En je ziet dat dat ook nog groter wordt, dat die groep van 100.000 tot 500.000 euro steeds groter wordt, zeker bij 45 tot 65 jaar. En ik denk dat dat bijvoorbeeld ook komt omdat je dan een goed inkomen hebt, de kinderen gaan het huis uit, dus op die manier zou je meer geld over kunnen houden. Dat is vaak ook de periode waarin je huis is afbetaald. Maar er zijn niet alleen grote verschillen wat betreft leeftijd, er is ook heel veel verschil wat betreft locatie, want per gemeente zijn ook de verschillen heel erg groot. Je ziet natuurlijk de bekende rijke dorpen in het noorden van het land, rondom Amsterdam. Maar ook zie je dat er veel Brabantse dorpen zijn waar heel veel vermogen zit in ieder geval. En dat het juist vaak de grote steden zijn waar het vermogen het laagste is. Dat zegt ook het CBS. Zij zeggen huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Het minst vermogend is Rotterdam met een doorsnee vermogen van 6100 euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. En het zijn juist deze groepen die doorgaans weinig vermogen hebben. En daarmee komen we aan bij de samenvatting van deze video. En daar kunnen we eigenlijk als eerste concluderen dat een eigen woning gewoon heel erg belangrijk is voor het vermogen van een Nederlands huishouden. We zagen dat de laatste jaren toenam, maar dat kwam vooral omdat het huis meer waard was. Als je het huis buiten beschouwing laat, dan ligt het voor de meeste Nederlandse huishoudens ligt de mediaan. Groot verschil dus al jarenlang zo tussen de 15.000 en 20.000 euro per huishouden. We zagen ook dat naarmate je ouder wordt, je vermogen steeds meer toeneemt. Heel logisch lijkt me. Naarmate je meer verdient, kun je meer apart zetten. Als je een huis hebt, betaal je door middel van je hypotheek telkens een stukje van je huis af, waardoor daar het vermogen toeneemt. En als je bezig bent met beleggingen en je bent al vroeg begonnen, dan worden naarmate je dus al die jaren belegt, je beleggingen steeds meer waard. En zeker in de laatste jaren gaat dat vermogen natuurlijk steeds harder omhoog. Maar laten we ook nog even gaan kijken naar spaargeld, want dat kwam dan wel niet hierin terug. Maar omdat we wel telkens zien dat het grootste gedeelte vast zat in huizen, gevolgd door spaargeld, vond ik het interessant om te gaan kijken naar wat is dan het spaargedrag van Nederlanders. Nou, Nederlanders sparen zo gemiddeld 6% van hun inkomen, dat zetten ze apart. Dat is op zich niet slecht. Er zijn landen die het beter doen. Duitsland rond de 10%. Zweden rond de 15% van het inkomen gemiddeld dat ze op een spaarrekening zetten. En de mediaan van het spaargeld ligt in Nederland op 11.000 euro per persoon. Het gemiddelde ligt op 28.000 euro per persoon. Dat komt natuurlijk weer omdat er natuurlijk heel veel oudere, rijke mensen zijn die heel veel spaargeld hebben. En daartegenover staat juist
een hele grote groep. 1 op de 5 Nederlanders heeft totaal geen spaargeld. En dat was iets wat ik laatst ook al via mijn Instagram deelde. Want toen ik dat zag, op zich verbaast me dat nog steeds wel veel. Ik vind dat best een groot... niet alleen dat mensen dus een groot gedeelte geen spaargeld heeft, maar er zijn ook heel veel mensen die minder dan 5000 euro spaargeld hebben, terwijl het altijd fijn is om een buffer te hebben, juist voor bepaalde situaties of wanneer het economisch tegenzit, zoals de coronacrisis misschien wel op dit moment. En nu je deze informatie hebt, kun je ook voor jezelf eens nagaan van hoe jij daarvoor staat. Ga eens kijken hoeveel spaar jij ten opzichte van het gemiddelde. Doe je het dan beter of juist slechter dan de rest van Nederland? Of hoe zit het met jouw vermogen? Ook ik hou regelmatig een overzicht bij van mijn vermogen. De laatste keer is alweer een tijdje geleden geweest. Ik weet dat ik begin van het jaar iets van 180.000 euro vermogen had, waar ongeveer de helft van vast zat in mijn huis. Een update daarover zal ik trouwens binnenkort weer een keer geven. En mocht je nou dus zelf op zoek zijn naar deze informatie als een voorbeeld, een link van die video van het onderzoek van CBS vind je trouwens onder deze video terug. En dan tenslotte nog 2 tips die ik wil meegeven op het einde van deze video. Ten eerste zien we het belang van een eigen huis. Dus doe er alles aan om een eigen huis te krijgen. Ik weet hoe moeilijk dat op dit moment is. Dat het heel veel, de rente staat laag, maar ook de woningmarkt is alles heel erg duur. Dus het is heel erg lastig om het te krijgen. Als je dan eenmaal een huis hebt, kun je natuurlijk wel, doordat je elke maand hypotheek betaalt, aflost op je bedrag, wel een vermogen opbouwen op die manier. Zit alleen wel het vermogen nog steeds vast in je eigen huis. Dat is een beetje lastig. Dus een andere mogelijkheid, wanneer je bijvoorbeeld huurt of misschien wel juist naast het kopen van een huis, ga ook gewoon beleggen. Dat is natuurlijk wat wij doen op dit kanaal. En ik zeg zo vaak, het is heel erg belangrijk om klein te beginnen, want juist tijd is een heel erg belangrijke factor. Dan kun je op de lange termijn heel veel vermogen opbouwen op die manier. En een bijkomend voordeel is dat aandelen eigenlijk heel makkelijk verhandelbaar zijn. Je kunt met een paar klikken via je telefoon je vermogen eigenlijk weer terugkrijgen door je aandelen te verkopen. Een stukken makkelijker dan je huis verkopen, dus dat is zeker een voordeel. En wil je nou bijvoorbeeld gaan beginnen met beleggen? Ik heb bijvoorbeeld een link van de Giro onder deze video staan. Dat is een broker die ik veel gebruik. En daar vind je trouwens op mijn kanaal ook heel veel video's terug over beleggen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Laat het nog even in de reacties onder deze video weten wat jij van dit onderzoek vond, van de bedragen die we genoemd hebben. Verbaast jou dat, het gemiddelde of de mediaan van het vermogen of misschien juist wel het spaargeld? Ik ben altijd benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, want ik weet zeker, zoals ik al eerder zei, ik schrok af en toe wel van deze bedragen. Ik had er meer van verwacht. Misschien niet het vermogen, maar wel juist dus het spaargeld. Nogmaals gezegd, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. En je helpt het YouTube-kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik even onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan hoop ik jou graag weer bij de volgende video te zien.